Precisietechniek. Mijn naam is Arjan Doek en ik ben docent bij werktuigbouw en bij precisietechniek. Opname is gestart, zie ik, dus dat loopt. Ik ga mijn beeldscherm delen. Ondertussen zijn er ook een aantal collega's van mij die zitten ook mee, die kijken mee. En mocht ik hele moeilijke vragen krijgen, dan kunnen zij die ook beantwoorden. Die houden ook de chat in de gaten. Boven in het beeldscherm, daar zie je zo'n klein vierkantje met zo'n puntje eronder. Dat is de chat. Daar kun je tijdens de presentatie jouw vragen instellen. En voor als je dat nog niet gedaan hebt, zet er ook even bij van welke school als je komt en welk leerjaar als jij hebt. Want dan hebben we een beetje een beeld van wie er allemaal geweest is. Dat vinden wij ook wel prettig. Ga ik mijn beeldscherm delen? En als het goed is, zien jullie de presentatie. Werktuigbouw precisietechniek. Wij zijn een niveau 4 opleiding en in de loop van de jaren hebben wij het best wel goed gedaan met het predicaat topopleiding. Daar zijn we best trots op en ik denk ook dat wij dat wel waard zijn. Wat gaan we het over hebben vandaag? Nou, even een algemeen stukje. Dan gaan we beginnen met de beroepen. Wat kan ik eigenlijk met die verschillende opleidingen? Het bestaat uit twee opleidingen, werktuigbouw en precisietechniek. Die komen allebei aan bod. Opbouw, hoe is de opleiding opgebouwd? Dus hoe zijn die 4 jaren opgebouwd en wie is toelaatbaar en wanneer ben je toelaatbaar en wanneer moet je je inschrijven? Dus dat is eigenlijk het verhaaltje wat we de komende 15, 20 minuten gaan vertellen. Heel kort even over het algemene, ROC van Twente, dat wist je al. Wij vallen binnen het mbo-college metaal-elektro-installatietechniek. Daar vallen een heleboel opleidingen over. Onze opleidingen, werktuigbouw en precisietechniek, die zijn op de gieterij in Hengelo. Nou, dit is een foto van de gieterij. Misschien ben je er een keer geweest. Helemaal links achterin, daar zitten wij. Opleiding binnen het ROC kan op 2 manieren. Je kunt de beroepsopleidende leerweg, de BOL-opleiding. Dan ga je 5 dagen in de week naar school en aan ingesloten periode van stage. Andere manier binnen het ROC kun je de BBL-opleiding. En dan ben je in dienst van een bedrijf. Werk je 4 dagen en dan ga je 1 dag in de week naar school. Nou, mijn hele verhaal gaat alleen maar over de BOL. Dus alles wat ik vertel is gewoon 5 dagen in de week naar school en aan ingesloten periode van stage. Volg straks in mijn verhaal wel. Nou, dan ga je die opleiding werktuigbouw precisietechniek volgen. En ja, wat voor beroepen kun je dan uiteindelijk worden? Want heel vaak heb je al wel een idee van nou, later wil ik dat beroep. Of dat lijkt me interessant, want mijn buurman doet het, mijn vader doet het, mijn oom doet het, mijn neef doet het. Ja. Tekenaar-constructeur, dat is een beroep wat typisch bij de technicus engineering werktuigbouw hoort. Werkvoorbereider, nou, wat is een werkvoorbereider? Iemand heeft iets getekend, dat moet gemaakt worden. Maar ik heb een werkplaats, dat moet gepland worden. Dus ik heb een planner nodig. Ik heb materialen nodig, dus die materialen moeten ingekocht worden. Nou, dat zijn allemaal werkzaamheden die horen bij de werkvoorbereider. Heb ik mijn onderdelen klaar, dan moet ik het gaan samenbouwen tot een compleet product. Nou, daar heb ik een monteur voor nodig. Sommige machines die moeten op locatie geïnstalleerd worden. Dus als monteur kan nationaal of internationaal zijn. Instrumentmaker, dat is iemand die nauwkeurige producten maakt. Kom ik straks op terug. CNC-frezer, CNC-draaier. Met behulp van computers en robots een productieproces automatiseren. Werkplaatschef. Nou is dat niet echt een beroep wat je gaat doen als je net van school komt. Maar in de toekomst is dit een hele mooie opleiding. Als jij de ambitie hebt om een leidinggevende functie binnen een bedrijf te krijgen. Machinebouwer, ja, dat is eigenlijk het compleet samenbouwen en bedenken van een complete machine. Dus een klant komt met een vraag en dan ga jij met die vraag aan de gang tot daar een eindproduct staat. En besturingstechnicus, tegenwoordig zit overal een stekkertje aan en in heel veel producten zitten computers en PLC's. Dus een stukje besturingstechniek, pneumatiek, hydrauliek, heel belangrijk vak bij ons. En ja, daar kun je ook de richting in zoeken straks als je je diploma hebt. Die verschillende beroepen, die kun je eigenlijk samenvatten tot een aantal kerntaken. En dit zijn de 4 kerntaken, daar is onze opleiding eigenlijk helemaal uit opgebouwd. Het ontwerpen van producten en systemen. Daar vallen een aantal vakken onder, zoals tekenen, construeren. Voorbereiden van de productie, nou, bedrijfskunde hoort er onder andere bij. Maar ook tekenen is een stuk voorbereiding van de productie. Produceren, samenstelling, dat zijn de theorievakken over hoe produceer ik nou iets. Wat is draaien, wat is frezen, wat is lassen, wat is kanten. En hoe moet ik dat berekenen. En
als er een machine klaar is of een product is klaar, dan heeft hij ook onderhoud nodig. Dus onderhoud van producten en systemen is ook een heel belangrijk onderdeel van onze opleiding. Dus deze vier kerntaken, daar word je aan het eind ook op geëxamineerd. En die komen terug in de hele opleiding. Nou, als je terugkijkt naar die beroepen die we net gezien hebben, dan kun je die beroepen koppelen aan deze vier kerntaken. Dus de meeste mensen komen in de beroepspraktijk één van deze vier kerntaken tegen. Nou, werktuigbouw. Wat is nou werktuigbouwkunde? Werktuigbouwkunde is op zich een hele bekende naam. Maar wat is dat nou? Wat moet ik me daar nou bij voorstellen? Nou, werktuigbouw, wat is een werktuig? Dat is in het Nederlands een beetje een ouderwets woord, een werktuig. Als je naar Duits kijkt, dan heet het machinenbouw. Hé, het gaat over machines. Dus het bouwen van machines. Nou, dan zit je aardig in de buurt. Nou, wat zijn nou machines? Ja, alles wat op de kermis staat. Nou, dan gaan wij geen kermisattracties maken. Maar dat is wel pure werktuigbouw. Maar alles wat aangedreven wordt. Dus alle landbouwmechanisatie. Alle aangedreven machines, apparaten. Hier staat dan een sorteermachine voor appeltjes. Op het moment dat je bij de supermarkt een appeltje koopt, dan ligt die in een doos. En al die appeltjes die in een doos zitten, hebben allemaal dezelfde vorm, ongeveer. Ongeveer dezelfde kleur, zijn ongeveer even groot. Toch ben jij, als jij dat appeltje uit die doos pakt, de tweede persoon die die appel aanraakt. De eerste was degene die hem geplukt heeft. En jij pakt hem bij de supermarkt uit de doos. Daartussendoor gaat alles met machines. Nou, dat zijn allemaal dingen waar je eigenlijk niet bij stilstaat. Als je in de supermarkt komt en je komt in de koelvitrines van de groenten. Al die zakjes met sla en groenten. Dat zijn echt niet een hele stapel mensen die daar met de hand al die sla staan te snijden. Nee, ik heb een machine, daar gooi ik aan de ene kant een krop sla in. En aan de andere kant van de machine komt er een plastic zakje met gesneden en gewassen sla uit. Nou, dat soort machines, die vallen allemaal onder de werktuigbouw. Zit hier in de regio ook een heleboel bedrijven die dat soort machines bouwen. Precisietechniek. Precisietechniek, dat gaat het echt over het produceren. Van onderdelen. Nou, dat kan heel klein zijn, maar dat kan ook heel groot zijn. Een product van een meter bij een meter, wat heel nauwkeurig is, valt ook onder de precisietechniek. Nou, dit zijn een aantal voorbeeldjes van werkstukjes die we hier op school gemaakt hebben bij de precisietechniek. Want praktijk is voor precisietechniek heel erg belangrijk. En het beroep van wat hoort bij de precisietechniek, dat is de research instrumentmaker. Nou, instrumentmaker, dan denk je misschien aan een muziekinstrument. Nou, dat is niet helemaal waar. Wij maken geen muziekinstrumenten, maar wij maken technische instrumenten. Nou, wat is dan een voorbeeld van een technisch instrument? Misschien wel eens een keer zo'n ding gezien, want het beroep van instrumentmaker is heel oud. Dit is een sextant en die gebruikten ze vroeger in de VOC-tijd al, als ze vanuit Amsterdam met hun zeilbootje naar Indië gingen om peper op te halen. Dan moesten ze weten wat de positie was. Nou, dat deden ze met een sextant. Die dingen die zijn gemaakt door instrumentmakers. Ja, dat is een ander verhaal. Dat was in 1500 nog wat. We leven nu in 2021. Wat hebben wij daar nu mee te maken? Nou, jullie hebben allemaal zo'n mooie mobiele telefoon. En je weet altijd precies waar je bent. Dat doe je met GPS. Positie bepalen met GPS. Dat doen we met satellieten. Onderdelen voor satellieten. Dat is de instrumentmaker. De instrumentmaker maakt onderdelen voor satellieten, bijvoorbeeld. Nou, er zijn hier ook in de regio best wel veel bedrijven die daar wat mee doen. Andere nauwkeurige onderdelen zitten toevallig ook in je mobiele telefoon. De camera, de chip die in jouw mobiele telefoon zit. Ja, die chip die wordt hier niet in de buurt gemaakt. De machine die die chips maakt, die wordt wel hier in de buurt gemaakt. Nou, die onderdelen daarvoor, dat zijn super nauwkeurige onderdelen. En die maken we in grotere series. En dat doen we dan niet meer met de hand. Maar dat doen we met computergestuurde machines. Zogenaamde CNC machines. En die machines die wil ik eigenlijk met de robot gaan beladen. Zodat ik 24 uur per dag, 7 dagen in de week door kan produceren om de prijs naar beneden te krijgen. Nou, hypermoderne machines, hier zit alles in. Hier zit het gereedschap in, hier zitten robots in, hier gaan de materialen in. In theorie druk ik op start en die machine die doet het werk en ik kan naar huis. Nou ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Maar om deze machine te kunnen bedienen, dit is typisch een beroep voor de research instrumentmaker. De opleiding zelf, hoe zit die nou in elkaar? Nou, we hebben een basisdeel, dat is wiskunde, natuurkunde, Nederlands, Engels, basismateriaalkunde, basisgereedschapsleer. Daarbovenop is een profieldeel en het profieldeel dat bepaalt eigenlijk de opleiding. Daar ontstaat het verschil tussen werktuigbouwprecisietechniek of mechatronica of elektrotechniek. Dat zit puur in het profieldeel. Basisdeel is gelijk. Daarbovenop hebben wij keuzedelen
En het idee echt de keuzedelen is heel mooi. Stel je voor je wilt later voor jezelf beginnen. Nou, dan zou je een keuzedeel kunnen doen ondernemersvaardigheden. Dus dat is nog in ontwikkeling. Maar dat is wel de bedoeling dat we die kant op gaan met de keuzedelen. De opleiding bestaat voor een heel groot deel uit theorie. Het is een niveau 4 opleiding, dus een theoretische opleiding. Zeker werktuigbouw zit je een heel groot deel van de tijd ben je met theorie bezig. Daarnaast hebben we projecten. Ik heb zometeen nog een aantal fotootjes van de projecten die we uitgevoerd hebben. En de theorie is gekoppeld aan die projecten. Dus het is niet alleen maar saaie theorie, maar die kom je op een gegeven moment vanzelf weer tegen bij de projecten. Daarnaast praktijk. Nou, bij werktuigbouw hebben we echt de werkplaatstechniek, zoals we hier achter ons zien, is 4 uurtjes in de week. Daarnaast heb je nog practicum besturingstechniek, practicum robotica, practicum allerlei practica, tekenen, niet vergeten. Verschil met precisietechniek. Precisietechniek heeft ook theorie. Die hebben wat minder projecten, maar die maken dus heel veel meters hier in de werkplaats. Die hebben 2 hele dagen praktijk, omdat het graag gaat, dus echt gaat om de vingertjes, het echte, de praktijkvakken. Dus zowel conventionele machines, zoals achter mij met de hand, of de machines die net in de livestream op de achtergrond stonden, van die computergestuurde CNC-machines. Dat is eigenlijk ook meteen het grootste verschil tussen werktuigbouw en precisietechniek, eigenlijk vooral in de praktijk. Nou, voorbeelden van projecten van werktuigbouw. Eerste project dat we hier op school doen, dat is een bibberspiraal. Tekeningen krijg je voor een heel groot deel. Je moet een aantal dingen nog zelf tekenen, want ja, je komt net op school, dus je kunt er niet zo heel veel. En in de praktijk maken we dit product. Als je wat verder in het eerste leerjaar bent, dan kun je al wat beter tekenen. Dus dan krijg je als voorbeeld de tekeningen van deze werkbank. Die mag je natekenen of tekenen om handigheid te krijgen met het tekenprogramma. Constructieleer is hieraan gekoppeld. Hoe sterk moeten bepaalde onderdelen zijn die worden doorgerekend. En uiteindelijk gaan we in de werkplaats ook zo'n werkbankje maken. Dat doen we in duo's. En het is een product wat we maken. In de tweede klas gaan we een handliertje maken. En ook hier valt weer best wel veel over te zeggen voor de materiaalkeuze. Nou, je ziet misschien wat tandwielen zitten. Nou, we kunnen wat berekeningen doen aan die tandwielen. We kunnen doorrekenen hoe sterk die assen moeten zijn. Wat is de maximale kracht die zo'n liertje mag hebben. En we gaan uiteindelijk ook hier in de werkplaats die lier ook maken. Dit is een individueel project. Iedereen maakt zelf in zijn eentje zo'n lier. En moet dus ook al die andere opdrachten gewoon uitvoeren. Zoals de theorie en de praktijk gekoppeld. Uiteindelijk in leerjaar 3 en leerjaar 4 gaan we heel veel projecten voor bedrijven doen. Nou, ik heb hier aan de linkerkant een fotootje van een afstudeerproject. Wat ooit is gedaan is voor een voedermachine om in een kleine stal beesten te kunnen voeren. Want de grote voedermachines zijn veel te groot. In kleine stallen kan dit kleine dingetje. De rechter Ido kennen jullie misschien wel, dus tegenwoordig heet het Abby Smit. Het begint nou weer een beetje minder weer te worden, dus het wordt weer glad. En er komen de zoutstrooiers op straat. Nou, die fabriek waar die zoutstrooiers vandaan komen, die staat in Holten. En daar hebben we ook regelmatig afstudeeropdrachten. En dit is een machine om hydromotoren te testen voordat ze samengebouwd worden op de zoutstrooien. Hier een mooi voorbeeldje van een project wat zowel voor werktuigbouw als mechatronica geschikt zou zijn. En misschien dat je twijfelt tussen werktuigbouw en mechatronica. Even hier een stukje over. Als je nou zo'n product zou moeten maken, dan is de vraag aan zowel de werktuigbouwer als de mechatronicus is dezelfde vraag. Ik moet een machine hebben die een doosje kan verplaatsen. Allebei, zowel de werktuigbouwer als de mechatronica, die beginnen te tekenen en te ontwerpen. Doen ze precies hetzelfde. Als de tekeningen klaar zijn, dan ontstaat er een verschil. Dan gaat de mechatronica persoon, die bestelt de onderdelen. De werktuigbouwer die trekt ze overal aan en die bouwt het product. Die maakt eerst de onderdelen. Die maakt de onderdelen. Heb ik alle onderdelen samen, dan gaat de werktuigbouwer, die bouwt de onderdelen op tot de machine. De mechatronica, alle onderdelen die komen binnen, die bouwt de machine op. Dan moet de besturing erop. Dan belt de werktuigbouwer, die belt de besturingstechnicus op van hey, je moet hier even een besturingskast aanhangen en dan moeten wat draadjes aan. Die gaat dat uitbesteden en de meneer of mevrouw van mechatronica die gaat zelf die schakelkast bouwen en die machine van draadjes en besturing voorzien. Uiteindelijk maak je exact hetzelfde product, alleen de route er naartoe, daar zit een klein verschil in. Even heel snel het verschil tussen werktuigbouw en mechatronica. Opleiding duurt 4 jaar.
En elk schooljaar is opgedeeld in 4 blokken. Dat noemen wij een kwartiel. In leerjaar 1 ga je 3 blokken naar school. En bij werktuigbouw die gaat het 4e kwartiel op stage. In leerjaar 2 3 blokken naar school, 1 stage. In leerjaar 3 half stage naar school. En leerjaar 4, dat is helemaal extreem. Dan zit je voor een heel groot deel van het jaar zit je bij een bedrijf. Dan loop je eerst stage en daarna doe je een afstudeerproject zoals we net hebben laten zien. Voor werktuigbouw precisietechniek bijna hetzelfde. Alleen leerjaar 1 is anders. Omdat precisietechniek zo vreselijk veel praktijk heeft, komt de tijd tekort voor de theorie. Dus precisietechniek gaat leerjaar 1 niet op stage. Dan hebben we 10 weken extra. En dan heb je aan het eind van het leerjaar 1 werktuigbouw en precisietechniek op theoretisch niveau ongeveer weer gelijk. Nou, welke vakken heb je? De algemene vakken. Nederlands, Engels, rekenen. Dat zijn ook examenvakken. Die komen ook uiteindelijk op je diploma te staan. Moet je ook net als op je huidige school gewoon apart examen in doen. Wiskunde, natuurkunde en burgerschap. Nou, burgerschap ken je waarschijnlijk nu als maatschappijleer. Dat is wel vergelijkbaar. Daarnaast hebben we de technische vakken. Nou, er staat een heel rijtje. Spreken denk ik wel voor zich. En naast de theorievakken die we op school hebben, hebben we de praktijk, de projecten hier in de praktijk en de stage. Robotica, dat is redelijk nieuw. Nou ja, robots bestaan al heel erg lang, maar in de techniek komen steeds meer robots. Dat komt omdat de robot steeds goedkoper wordt, ook voor bedrijven. Robots worden ook steeds makkelijker om te programmeren. Dus we hebben hier op school eigenlijk heel veel robots staan. We hebben een heel mooi uitgebreid robotpracticum. Er staat hier ook eentje net achter mij. Meerdere robots hier, meerdere talen van de robots. Heel veel voorkomend vak, zowel voor werktuigbouw als precisietechniek. En ik denk dat dat in de toekomst nog meer wordt, omdat er steeds meer robots in de praktijk komen. We werken hier heel veel met de computer. Een heel groot deel van de praktijkvakken, maar ook de theorievakken, maken wij gebruik van de computer. En ik heb een aantal pakketten hier opgezet. Echt niet alles. En soms wisselen pakketten ook. Soms komen er nieuwe pakketten. Dus sta je niet blind op deze pakketten, maar het idee is, we doen heel veel met de computer. Iedereen heeft ook een eigen laptop hier en die neem je gewoon elke dag mee naar school. Dat is het voordeel dat we nu thuis werken. Iedereen heeft toch al een laptop, dus iedereen kan ook vanuit huis nu in de coronatijd makkelijk inloggen. En straks als we weer naar school gaan, hopelijk zo snel mogelijk, ja, dan heb je gewoon hier in de klas je laptop weer. We wonen hier in Twente, dat weten we allemaal. Dit is een kleine greep aan alle industrie en alle bedrijven die hier in de regio zitten. Maar dat is best high-tech hier. Er zijn 2 regio's in Nederland waar heel veel high-tech zit. Dat is in de buurt van Eindhoven. En dat is hier in Twente. In Eindhoven wordt meer bedacht. Hier wordt meer uitgevoerd. Heel veel dingen die ze bedenken in de regio van Eindhoven, die worden hier gemaakt, gebouwd en geoptimaliseerd. Dus in de toekomst werk zat. Nou, heb je dan nu besloten van, nou, werktuigbouw of precisietechniek, dat lijkt me echt heel interessant. Dan moet je je aanmelden voor 1 april. En dan krijg je een uitnodiging om een talentscan te maken. Dan kom je hier naar school en dan ga je een test maken. Dat is absoluut geen toelatingstest. Soms is daar verwarring over. Maar dat is een test om te kijken of jij de goede keus gemaakt hebt. Dat is eigenlijk de meest beste omschrijving van die test. Als uit die test blijkt dat jij geschikt bent voor banketbakker, maar je hebt voor werktuigbouw gekozen, dan hebben we een gespreksonderwerp. En dan kunnen we kijken van waarom heb je dan toch voor werktuigbouw gekozen, terwijl uit alle talenten blijkt, uit alle scans blijkt dat jij banketbakker moet worden. Ja, misschien ga je dan wel juist de machinebouw in, richting machines voor de banketbakkerij. Dat kan natuurlijk ook. Op het moment dat je die talentscan gehad hebt, dan word je uitgenodigd voor een intakegesprek. En dan gaan we het gesprek aan over die scan, maar ook nog over andere dingen. Daar krijg je ook heel veel informatie te horen. Bij de intake willen wij altijd graag dat daar ouders bij aanwezig zijn. Dus dat is wel een belangrijke. En dan is eigenlijk na de intake is de inschrijving eigenlijk al klaar en gaat vanzelf. Ja, wie mag er dan allemaal komen? Nou, eigenlijk iedereen. Als jij een VMBO-diploma theoretische leerweg hebt. Of gemengde leerweg of kaderberoeps. Moet ik er bij kaderberoeps wel bij zeggen. Wij bieden buiten de coronatijd, moet ik wel bij zeggen. Normaal op woensdagmiddag bieden wij extra wiskunde natuurkunde lessen aan. En in eerste instantie is het nog vrijwillig. Maar na de eerste toetsen, dan zit daar een verplichting aan. En ja, het blijkt gewoon dat kaderberoeps soms toch wat achterloopt met wiskunde en natuurkunde. Dus die maken dan wel gebruik van die
die extra lessen. Mag ook met een HAVO of VWO diploma. We hoorden net in het voorstukje dat er ook iemand op de HAVO zat. Nou, er is een hele goede aansluiting om vanuit de HAVO eerst naar het MBO te gaan. En dan van het MBO naar het HBO. Omdat je dan ja, toch net iets meer praktijk hebt. Net iets beter weet waar het vak over gaat. Normaal als ik van het VMBO naar de HAVO ga, dat duurt 2 jaar. En dan het HBO is 4 jaar. Dus dan zou ik in 6 jaar, als ik klaar ben met mijn VMBO, zou ik in 6 jaar mijn HBO-diploma kunnen hebben. In theorie. Dat redt bijna niemand. Meestal lopen de mensen wel studievertraging op als ze het al halen. Want er valt heel veel af bij de mensen die van MBO of van HAVO naar Saxion gaan. Wij hebben een samenwerking met Saxion en wij maken gebruik van de februari-instroom bij Saxion. In de 3e klas kun je op vrijwillige basis extra wiskunde, natuurkunde en Engels en Nederlands bij ons volgen. Wiskunde, natuurkunde duurt het hele jaar. Engels is een half jaar en Nederlands is een half jaar. Gewoon om jou net iets op een hoger niveau te tillen en dat de aansluiting naar Saxion beter verloopt. Dus in 3e leerjaar als extraatje. Op het moment dat jij in dat traject zit en je zit in klas 4 van het MBO, dan volg je in het 4e leerjaar van het MBO al 1 dag les bij Saxion. De laatste 10 weken van jouw MBO, dus die 4e leerjaar, laatste periode, ga je al volledig naar Saxion toe. Dat betekent dat je je MBO dus eigenlijk in 3,5 jaar doet. Maar je Saxion krijg je vrijstelling voor je stage, een deel van de stage, omdat je op het MBO al zoveel stage gelopen hebt. En je hebt al een deel van je HBO-tijd in de uren van MBO gedaan. Dus Saxion duurt ook maar 3,5 jaar. Dus dan kun je in 7 jaar MBO en HBO halen. Zeker voor havisten is dat heel erg interessant. Maar ook voor de mensen die nu twijfelen. Ja, ik wil eigenlijk HBO, dat is mijn doel. Maar ga ik dan nu naar de HAVO en dan naar het HBO? Of ga ik naar het MBO, naar de HBO? Ja. De bedrijven hebben de voorkeur op MBO, HBO. Omdat je dan gewoon wat praktischer bent. En dat vinden de bedrijven over het algemeen wel heel prettig. Dat is eigenlijk mijn verhaal. Ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig of er vragen zijn. Dan sluit ik mijn presentatie. Als dat lukt. Het laatste stukje wou ik nog even wat zeggen. Er was iemand bij die dus 5 HAVO op dit moment aan het doen is. Ja. Het is zo dat als je je HAVO-diploma daadwerkelijk gehaald hebt, dan mag je zelfs in het 2e leerjaar beginnen. Dus let daarop dat het dan echt korter is. Want op dit moment krijgen we ook nog leerlingen die beginnen op Saxion en dan uiteindelijk weer terugkomen bij ons. En daarna weer doorstromen naar het Saxion. Dus let daar even op van, hey, kijk, je kan ook kort eigenlijk, omdat je al in het 2e leerjaar begint, kan je ook nog eens voor kort doorstromen naar Saxion toe. Dus die optie zit er ook nog op. Die was ik inderdaad vergeten te zeggen. Met een HAVO-VWO-diploma begin je bij werktuigbouw in klas 2. Bij precisietechniek moeten we het gesprek aan, omdat bij precisietechniek niet alleen om de theorie gaat, maar ook om de praktijk. En als je daar een heel jaar, dus een schooljaar lang, 16 uur praktijk in de week mist, dat is wel lastig om in te halen. Zou ik misschien wat kunnen vragen? Zeker. Okay, ik zit nu dus in HAVO 5, maar als ik dit jaar nou niet haal, als ik niet slaag, kan ik dan op 1e leerjaar beginnen of? Ja, in principe moet je dan in leerjaar 1 beginnen. Oh, oké. Okay. Jo. Maar dat verkorte traject aan het eind, daar kun je dus weer tijd sparen, hè? Als je naar het HBO wil. Ja, dat is waar. Dus dat scheelt je sowieso dan tijd. Ja. Zal ik even de opname stoppen? Ik kan er ook uitslopen, hoor. Maar dus degene die de laatste opmerking geplaatst heeft, die haal ik er dan ook uit. Dan stop ik even de opname nu. Ja, stop hem maar. Er zijn een aantal nieuwe gasten bijgekomen. Dat is...